Ergens is het een woord wat ik niet goed kan plaatsen. Wat is geduld? Is zwangerschap geduld of is dat gewoon een vormingsproces? In 1989 trok ik voor het eerst geld uit de muur. Je hoeft er niet meer in een rij te staan, maar je loopt naar een kast. Je duwt er zo'n kaartje in, je voert je pincode in en je krijgt het geld wat je intoetst. Op dat moment wist ik dat geduld een hele andere belevenis zou worden. Geduld is niet meer een vervolmakingsproces zoals je dat hebt met de seizoenen. Maar geduld is het afwachten. Het wachten op datgene wat komt, wat je dient te bereiken. Is het dan geduld? Of is het dat vervolmakingsproces wat je hebt met een zwangerschap? Een zwangerschap duurt 9 maanden in de regel. Soms met complicaties wat eerder. Ik vind het moeilijk. Moeilijk om af te wachten als je iets kan realiseren waarvan mijn gedachten de vorming hebben dat het meteen tot stand kan komen. In deze dagen, waarin het later licht is, waarin het eerder donker is, moet je ook geduld hebben. De winter is eigenlijk het seizoen van geduld. Geduld op de nieuwe gewassen. De herfst heeft alles afgewerkt. De bladeren zijn van de bomen gevallen om weer ruimte te maken voor nieuw blad in de lente. Overigens, we missen veel in deze periode licht. Licht is belangrijk. Waarom is licht belangrijk? Omdat dat voor je systeem, voor je bio-industrie wil ik zeggen, maar voor je bioritme van belang is. We moeten eigenlijk langer slapen en dat doen we niet. Om het op te heffen heb ik een lamp gekocht. Dat is een daglichtlamp. Die zet je 's morgens aan, ga je 20 minuten even onder zitten en het vervangt het licht wat we anders nodig hebben voor bijvoorbeeld het verwerken van de vitamine D. Er is nog iets anders om geduld te oefenen tegenwoordig. Dat heb ik vandaag gekocht. Kleurpotloden en een kleurboek voor volwassenen. Waarom voor volwassenen? Omdat het wat gecompliceerder is. En je moet heel goed kijken. Je moet goed kijken welke kleuren je neemt en hoe je tussen de lijntjes blijft. Want het zijn gecompliceerde afbeeldingen. De dag is bijna ten einde. Vandaag was het een bijzondere dag. Een dag met overdenkingen, met het uitwaaien, met tussen de mensen te lopen op de markt. Of zoals het einde van de dag, toen ik dat kleurboek ging kopen, nog even in de winkels gestruind heb. Ergens vandaag wist ik dat er iets bijzonders aan de hand was. En daar heb ik antwoord op gekregen. En dat kan ik helaas niet delen, want dat is privé. Maar ik ben wel blij, ontzettend blij, dat de dag verlopen is. En dat mijn mind daarmee niet aan de haal gegaan is. Want ik zou gek geworden zijn. Ik twijfel om er toch iets over te zeggen, maar dat kan helaas niet. En ik zal het ook niet doen. Maar de uitkomst, daar ben ik heel erg blij mee. Want het heeft me iets gegeven. En dat rustig blijven, de vervanger is van geduld. Gewoon in stilte afwachten datgene wat komt en datgene wat er gebeurd is, een verklaring voor te krijgen. Oh, ik zie ondertussen dat ik nogal frons. Maar goed, dat komt omdat ik van binnen ernstig ben. En ik probeer het niet te zwaar te maken vanavond. Dus een kleine glimlach, een beetje geforceerd, is wel op zijn plaats. Want eigenlijk in mijn hart ben ik blij. Vroeger in de kerk hadden wij een lied en dat ging als volgt. Mijn hart springt op van vreugde. Een prachtige regel waar ik mee af wil sluiten. Laat je hart opspringen van vreugde en omhels elkaar in liefde. Dank jullie wel.